Moet je hier wat een kast? What the fuck, dude? Hey, ik moet een potje knokken dan. Ik kom even knokken dan. Bam! Illuminati confirmed! Oh my god, Illuminati confirmed. Yo kijkers van de Vier Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van GTA 5. We gaan natuurlijk vandaag lekker verder waar we de vorige keer gebleven waren. De vorige keer zagen we natuurlijk een knipperende F op de map. Daar gaan wij nu lekker naartoe rijden. Mocht je in ieder geval weer zin hebben en leuk vinden, kan je natuurlijk altijd vast eventjes een like aanklikken. Heb je nog iets van Duffy? Ik wil die goede kwaliteit hebben. Tandwieltje, 60 fps aan en ga lekker achterover zitten en geniet. En gaan we dus naar de F toe, dat is Franklin's huis. In ieder geval, daar moeten we nu naartoe. En dan gaan we eens even kijken wat we daar moeten gaan doen. Terwijl ik ook iemand in de reacties zag zetten dat ik uiteindelijk bij de laatste heist plan B moest gaan kiezen. Want dan zou ik 10 miljoen extra krijgen. Wat natuurlijk wel super sappig is als je 10 miljoen extra krijgt. Maar weet je, we moeten eerst maar eens even gaan kijken wat we nu moeten gaan doen en noem het allemaal op. Ik weet ook, we hebben een Lester op de map staan, maar ik heb zoiets van alles op zijn tijd. En ik wil nog steeds natuurlijk die geldtruc doen. Hoewel iemand zei dat als ik de auto van Michael Midnight Blue zou painten en nog wat anders doen. In ieder geval, huppel de pub, was een glitch, dan zou je geld krijgen of wat dan ook. Maar ik heb altijd zoiets van, ik weet niet of zulke glitches überhaupt nu nog werken. Ik weet dat ze vroeger waren heel van dat ze glitches. Alleen, ik denk dat die de meeste inmiddels wel gefixt zullen zijn. Zelfs gepatcht zullen zijn. Dus ik weet niet of dat werkt. Maar weet je, ik heb zoiets als het niet gebeurt. En we hebben uiteindelijk iets van 30 mil. Is op zich natuurlijk ook niet verkeerd. Maar hey, hoe meer hoe beter eigenlijk. Maar goed, we zijn in ieder geval aangekomen bij de F. Natuurlijk bij ons eigen huisje die we hebben gekregen. Franklin's New Safe, als je kunt helpen. Ja, oké, dat wist ik al. Serieus. Je laat mij serieus helemaal hier naartoe rijden, helemaal voor saus. Oh my god. Nou, weet je wat mensen, dan gaan we wel lekker naar Lester toe op de map. Doen we wel lekker even met de auto, want de auto is veel leuker. Alleen, dit is natuurlijk wel fucking bullshit. Ik rij hier helemaal naartoe. Alleen maar om erachter te komen van, yo, dit is Franklin's nieuwe huis. Je kan hier nu voort dan gewoon de boer gaan saven en noem het allemaal maar op. Like. Ik dacht echt, we hebben hier één vette missie. Wel, het is sowieso natuurlijk al gek. Natuurlijk als je een missie zou krijgen met Franklin. Of bij Franklin's huis zou beginnen. Oké, zit misschien wat in, maar ik had toch wel wat meer verwacht dan dit. Ik bedoel, hiervoor had ik niet helemaal hier naartoe hoeven te rijden dat ik dat huis krijg. Dat is al lang verteld dat ik dat huis zou krijgen. Dat... Maar goed, maar niet uit. We hebben in ieder geval daardoor wel nu de auto gepakt van Franklin. Hoewel die ik kan goed rijden. Alleen het spel dat reageert gewoon niet goed op mijn besturingen. Daar wil ik graag op houden. Dus vandaar dat soms lijkt dat ik niet goed kan rijden. Dit ook, kijk hier, perfect geland. Ik bedoel, hier, dit ook, hier, hop. Hier, gewoon, tussen een auto net gewoon geland. Maar daar hoor ik mensen niet over. Ik alleen maar, Duffy, je kan hier, dit soort dingen. Ik bedoel, ik reed harder, dus heb ik voorrang. Weet je, ik bedoel, logisch. Duffy, stop hem met jezelf te verdedigen, het gaat je niet lukken. Ik weet het, mensen. Ik weet het. Maar goed, ik ben ook wel een beetje dat GTA is natuurlijk ook wel, oh my god. Is natuurlijk ook wel een beetje een spelletje waar je natuurlijk niet helemaal aan de verkeersregels hoeft te houden en een beetje ruig mag spelen, slash kan rijden. Dus daarom doen we dat ook niet gewoon. Even kijken, we zijn inmiddels aangekomen bij Lester op Le Maperino. En ja, fucking hell. Waarom ga je dan ook in één keer naar rechts toe, joh? Even een debiele actie. Man. Even kijken, wij moesten naar Lester toe. Waarom zit hij eigenlijk helemaal hier? Wist dit Lester niet? Ik weet het niet. Oh, wacht even. Oké. De telefoon gaat hier. Hallo. Okay, you know Redwood cigarettes? Ja. Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. Whoa. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Ja. Dus het gaat er allemaal voor eigen belang. En dat ik je grote huis heb, moet ik maar weer dingen voor je gaan doen. Nou goed, in ieder geval, we moeten naar, naar de bodybuilder gebeuren toe. Delete this message, wacht even. Even kijken, even het berichtje ondertussen erbij pakken. Oké, wacht even. Maar hoe delete? Ik moet er gewoon delete klikken? Nee, want dit is bellen, opnemen. Nee, niet bellen. Ho. Delete this message, maar hoe delete ik jou dan? Oh, ik moet er op de weg. Nou, weet je, fuck it ook maar, weet je. Altijd must be 11 in time.
It's time to give. Oh! Oh, wacht, ik ben... Oh, wow, wow, wow. Ik heb 8 minuten, maar ik moet gewoon mensen... Oh, wacht even, ik moet mensen killen. Aha. Vandaar. Goed, maar we kunnen het natuurlijk op een leuke manier gaan doen. En we kunnen het op een klote manier gaan doen. Ik denk dat we het op een leuke manier gaan doen. Dan zouden we gewoon een beetje met ze gaan lopen... Oh, leren zeg. Deze kerel. Moet je wat een kast? What the fuck, dude? Hey, kom even een potje knokken dan. Hey, kom even knokken dan. Bam! Ja, sta op dan. Kom dan. Bam! Lekker zitten, joh. Kom dan. Bam! Hè? Hoppatee, die is neer. Bam. That's what we're talking about. Oké. Okay. Het Noordjacht of de Koos. Oké. Snel, go, 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 go. We moeten gewoon even al deze mensen dus gaan doden. Ik weet niet hoeveel mensen er zijn. Alleen er zullen er ongetwijfeld best wel wat zijn. Nou, zien we er 8 minuten de tijd voor krijgen. Al die stomme bodybuilders. Ik vind sowieso, ik vind bodybuilder helemaal niks van die mensen die dat doen. Ik weet niet of de kijkers die het doen. Doe het gewoon, laat het gewoon lekker doen. Doe in je leven wat je wilt doen. Maar ik zelf vind dat soort dingen helemaal niks. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Weet je, hebben jullie helemaal niks aan. Ik kom dus gewoon meters aan het maken. Met dat het, zou ik eigenlijk alleen maar verder wegrijden volgens... Mijn navigation. Serieus? Dat paaltje gaat alleen maar scheef staan terwijl ik zo hard kom aanbeuken. Like. GTA logica, weet je wel. Ik bedoel, je rijdt volle speed tegen een hekje aan. Hekje blijft gewoon lekker staan. Rijdt tegen een boom aan. Boom blijft gewoon staan. Ja, dat zou ik wel. Oké, in ieder geval moet ik hier naartoe. Zodat er ook uit mijn auto komt. Dus dat is niet helemaal, dat is niet helemaal chill. Maar. Oké, er komt ook iets geks aan mijn uitlaat. Gaat goed, alles is onder controle. Bam. Oh, wat heeft ze iemand op een jacht? Oh, wacht, die moet ik even... Oh. Nou, laten we dat doen met de sniper. Oh, ik zeg sniper. Nee, sniper zeg ik toch? Oké, daar gaan we dan. Tan 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 tan. Door je... Poppie. Hoppatee, oké, die is down. Ik heb wel even wat nieuws nodig, even een nieuwe auto. Want mijn auto gaat niet heel erg lang meer volhouden. Dit is een elektrische troepauto zeker, ja. Oh, doe je netjes. Oké. Kom op. Ja, dit is een elektrische auto. Maar één ding wat wel handig is in deze elektrische auto's. Op een of andere reden, natuurlijk hoef je natuurlijk niet te schakelen, gaan deze auto's, die trekken zo hard op, dat is niet normaal. Alleen, dus je hoort het, je hoort gewoon geen geluid. Ja, je hoort een beetje die elektrische gebeuren, maar voor een of andere reden wat ik net al zei, deze auto's trekken zo snel op. Dat is erg niet gezond. Maar goed, daarna zijn ze ook poep. Maar ja, het is, weet je, het is voor een beter milieu. Een beter milieu. Het gaat gewoon goed. Holy shit, we gaan gewoon vol gas. Hoewel deze auto gaat pittig hard op zich, maar... Jemig. Oké. Ik wou bijna zeggen... Hoe kan dit zo lang goed gaan? Maar toen ging het al mis. Oké, we gaan door met mensen uit te tekenen. We zijn gewoon real life assassins gewoon. Of nee, real life. GTA life assassins. Assassin. We zijn er maar één. Maar ik ben er ook bij, dus zijn er echt twee. If you please, logica. Oké, we moeten hier even nu de jury gaan uittekenen. Als het goed is. Oh, wacht even. Wacht even, is dat die kerel op dat ding? Of wat? Bro, ben jij die dood moet? Yep, hij was het. Oké, door. En we rijden door. Hoppakee. Tot nu toe, het gaat lekker. Ik bedoel, we hebben één keer even lekker onze vuisten tegen iemand aanlopen stompen. En voor de rest zijn we gewoon lekker nu de mensen gewoon rustig aan neermappen. Of neerschieten, moet ik eigenlijk zeggen. Dus, volgens mij gaat lekker. Nog maar 4 minuten, shit. Tuurlijk, we zitten ook nog op tijd ook. Oh, damn it. Rijd door elektrische strontauto. Even kijken, kunnen we hier omhoog met dit ding? Waarschijnlijk niet, maar we doen het gewoon. Kom op. Oh, die power is erin. Gooi die power erin. Nice. Daar ging onze bumper. Nee, dit gaat goed. Weet je, dit komt. Ergens is hier wel een stuk van onze bumper kwijt. Dit gaat goed. Maar nogmaals, ik weet niet hoeveel mensen ik natuurlijk moet vermoorden. Dus dat is een beetje het probleem, ook qua tijd. Weet je, in het begin, ik nam gewoon rustig de tijd en zo. Alleen... We moeten eigenlijk best wel snel. Daarom neem ik hier ook even een shortcut. Gewoon om tijd te besparen. Doe maar zelf de auto sound effects dan. Want ja, deze auto is best wel saai op zich. Even kijken. Oké. Ik wil de motor pakken. Waarschijnlijk wel. Ja, hij zit op de motor. Hé, vol tegen je aan, gappie. Bam.
Zo, en dan pakken we nou gewoon lekker even kijken. Bam! Verrot geschoten. Oké. Okay. En nu? Oké, okay, we gaan meteen Lester bellen. Hey, had hij gewoon een gun op zak? Ja, dit is gewoon een gun. Very good, I'll be in touch. Oké, okay, en nu? Mission, oh, dit was het. Mission passed. Multi, oh. Oh, dit was serieus heel de missie. Oké, okay, goed, maar niet uit. Ik zie in ieder geval wederom een F op de map. Wederom ons huis, zeg maar, waar we al zijn geweest. Maar goed, aangezien dat toch redelijk op de route ligt, heb ik zoiets van... Laten we nog maar eens een keer toch naar ons huis gaan. Waarschijnlijk krijgen we nu weer te zien dat we hier wonen, of zoiets. Ik heb geen idee, maar dat gevoel heb ik. Maar we gaan toch even checken wat we daar moeten doen of kunnen doen. Of noem het eigenlijk allemaal op. En zo niet, dan moeten we gewoon weer door naar Lester. Maar weet je, het ligt op de route. Dat is eigenlijk de enige reden waarom we erheen gaan. Het ligt op de route en ach... Weet je, dat is ook weer het appje van de map. Dus let's go in onze elektrische auto. Het ook al lang wat anders kon pakken, maar... Ja, ach. Aan de kant met je Mercedes, hoppatee. Oh, we moeten hier naar beneden. Hop, oh. Oeh. Het gaat goed. Oh, fuck. Ja, nee, het wil wel. Ja, oké, okay, en go, 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 go. Zie, hier. Die auto's blijven maar gaan. Ze stoppen nooit. Hier, vol gas en je bent alweer onderweg. Oh, Audi R8, nice. Wow. Dat is voor de mensen de reactie. Misschien is jouw vrouw zei van Duffy, ik wil laten wonen een elektrische auto. Laat eens weten of je dat zou willen. Ik zelf zou dat gewoon niet veel vinden, gewoon een elektrische auto. Ik vind dat gewoon helemaal niks. Dat is die Tesla en zo. Weet je, het is, ze zien er mooi uit, alleen... Ik weet niet, ik heb toch mijn auto moet toch geluid in zitten. En dan kan je van die speakers hebben waarin ze dat een beetje nabootsen. Maar dan denk ik ook van, ja, weet je, waar ben je nou mee bezig? Maar misschien zullen ze zeggen van Duffy. Kan ze het nou schelen, joh. Speel gewoon een fucking spel. Oké, okay, sorry. Oké, okay, jongens, ik ben thuis. Wat moet ik nou doen? Hallo. Even kijken. Oké, okay, je mag gewoon met een wapen hier naar binnen. Dat is wel vet op zich. Kan ik ook nog naar buiten hier ergens? Oh. Ja, oké. Okay, dit is mijn huis. Dat weet ik. Serieus. Je gaat serieus alleen even kijken naar... Oh, ik wou zeggen. Je gaat alleen kijken naar je huis. Maar de deurbel gaat. Oké, okay, nee, dan is goed. Oh, hey. 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 What you doing here? I mean, I'm real glad you're here. Come here. I can't stay. What? What's up, babe? No, it's Lamar. What that fool want now? It's your best friend. He's your best fucking friend. What? For real. My best friend. My homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't. He just another nigga from the hood. Him, stretching all the motherfucking clowns. All he wanna do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Well, shit, oh. If it works for me, it can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried Tanisha. About you gotta help him, Franklin. Man, that shit is over. Oh, I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO, an investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron. Illuminati confirmed. Oh my God, what? Illuminati confirmed. I'm saying you gotta marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with... Stretcher set him up. Fuck, man. My whole fucking life I've been looking after this motherfucker and paying the price afterwards. Fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. Hey. For you? For you and your doctor? Oh. I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care. Het was ook Illuminati ketting om. Dus ja, wat dat betreft. Geet jij Illuminati? How many diamonds you put in your ear? It ain't for me. Not done bad or done good. Babe, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Oh, 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 gaan we op die manier spelen? Gaan we een beetje op de gevoelens in spelen? Yeah, he's going up to some sawmill near Polito Bay. Wat? You do what you gotta do. Waarom gaat hij daarheen? Ja, moeten we dus ik weer achteraan. Fuck, let op mensen, let op mijn woorden. Ja, zie, we moeten daar naartoe. Was verrassend. Ja, we gaan natuurlijk weer met de elektrische auto, want elektrische auto's zijn... Die gangster en zo. Dan even Lester ondertussen gaan bellen. Franklin, what's up? Ja. Hey man, I'm in a bit of a bad situation. Klein beetje maar. My boy Lamar got set up. I think he up near Polito Bay at some sawmill with some ballers. Could you like do some computer magic and look into it? Is that possible at all? Nee, dat is niet possible. Mensen, ik hang dit gesprek op en ik zie wanneer ik zie jullie weer natuurlijk wanneer ik er ben. Goed mensen, daar ben ik weer. Misschien vraag je af van, hè, Duffy? Je reed toch net in een elektrische auto? Waarom zit je nou een keer op de motor van Franklin die gewoon bij zijn huis stond? Ik dacht ik neem een shortcut met de auto en toen plofte die. Dus toen moest ik het heel wat stuk opnieuw gaan rijden.
Ja, dus vandaar. Maar goed, we zijn ons nog aangekomen hier. Dus dat is goed. Terwijl we hier... Why'd you invite this stoolie, huh? We want rescued, not sold to the feds. Whoa. Get a rest, asswipe. Man, would y'all two shut the fuck up? Now let's take a look at this place, man. Let's wat is hier niet gegaan, de boys? Oh my god, dit gaat weer een ernstige shootout worden. Now me and you, we don't mind the old gang warfare, but... Let op mensen, we moeten hier zeker sowieso weer keihard gaan vechten. Yeah. Tell Trevor I said bite me. Man, I said shut up. Now I see the weeble, where the fuck is Lamar? Waar de fuck is Lamar? Oh, shit. Oh, daar is die. Oh, ze hebben hem gewoon. Oh, onderschot. Oké, let's go. Mag alsjeblieft. Go. Kom. Ik ga dus met. Ik wil dit wapentje hebben. Oké, let's go. Get into an assault position. Oh, shit. Oh, wacht. Oh, ik ben. Oh. I saw a few possible entry points when I got here. Wacht even, ik dacht dat ik iemand anders was. It's the most direct way in and most likely the heaviest. Two, down the hill to my left. There's a bulldozer there. Might be able to use it in the assault. Three, the other side from me, by the railroad. Should be possible. Eight to confirm Travis's position. Oké, dus Travis staat nu goed. Even kijken, dan moet ik dus nu. Alright, my turn to move. Moet ik dus nu. Even kijken hoor, deze moet ik dus nu ook een stuk dichterbij gaan zetten vanaf hier. Ja, ik ren al. Rustig aan. Mag je wel omhoog klimmen alsjeblieft? Ja toch? Ja, oké. Okay. Net zeggen, dadelijk kan ik hier niet omhoog. Ik wou net zeggen, serieus gewoon een stukje berg. Kom op man. Ah, kom op. Je ren. Kom op, je hebt maar een half scheef bergie. Zo moeilijk. Oh my god, serieus ga ik helemaal naar. Oké. Okay. Oh shit. Dit ging niet helemaal goed. We hebben wederom een shootout. Twee afleveringen achter elkaar, een volledig zware shootout. Dit is niet goed, mensen. Dit is niet slim en ook niet goed. Hey. Even kijken, ik moet switchen naar Franklin, oké. Okay. Wat de fuck doet hij hier dan? Oh ja, dit is logisch dat ik dood ga natuurlijk. Tuurlijk. Want hij is... iemand. Ook down, oké. Okay, dan switchen we nou weer naar een... Even kijken naar... Trevor toe. En dan gaan we nou daar lekker op rachen. Dood, hoppatee. Eentje in de back komen natuurlijk. Naar waar dan? Kom dan. Gaan we wel naar Franklin toe. Misschien dat we met Franklin hem kunnen pakken die kerel. Daar dus. En daar. Sterf. Oké, is ook down. Dan gaan we nou weer terug naar Trevor toe. Sniper fire. Oké, let's go. Sniper. Down. Oh, kick hem gewoon. Oké, dan moeten we weer naar fucking Trevor toe. Down. Hoppatee. Oké. LD, where you at? Mogen we... Ja, oké, we kunnen door. Get Lamar, ja, ik wil wel, maar... Moet ik eerst er even hier allemaal nog langs, mensen? Hey, homie, I trust you and all, but... Oh, wat is hier gaande? Oh, mag ik hier langs? Kom op. I got eyes on Lamar! Hey, Lamar! Oké, we hebben Lamar. Had je ook gezegd, hey Grace dude, ja. Exit, ja ik wil exiten, maar dat moet toch iets aan de mensen niet knallen, niet dan. Kom op man, dit is gewoon de beste manier, gewoon heen te lopen en gewoon meteen schieten gewoon. RPG's erbij. Hoppatee. Mooi zo, en we kunnen door.
Maar die moet gewoon een beetje grof geweld gebruiken hier. Want er komen nou wel heel veel nog aan. We're getting out of here. Weet je wat? Nog maar een keertje. Bam. Nog eentje. En bam. Hoppatee. So far you mad or not? Hoppatee. Dit is gewoon Trapper. Die heeft gewoon elk soort wapen wat je wil. Ja? Hoppatee. Oké, wij kunnen door. Let's go. In de auto. Kom op, go. Kom op, kom erin. Ja, dat komt allemaal goed. We gaan lekker weg hier. Ja, tik jij maar lekker kerf jezelf. mensen, ik ga natuurlijk ons nu eventjes in veiligheid rijden naar Lamar's huis. Ik zie je natuurlijk als ik daar weer ben. Goed mensen, ben ik weer. We zijn bijna bij Lamar's huis. Mocht je afvragen waar ze heel de tijd onderweg over hebben gehad. Ze zijn nu eigenlijk weer een beetje aan het grappen maken, maar ze hebben eigenlijk heel de weg wat ze nu nog steeds doen met elkaar. Ze zijn eigenlijk een beetje uit te schelden en zwart te maken over de iets wel in de hoed, dan is uit de hoed, dan deze crime, dan die crime. Het is een beetje met elkaar pesten, maar in ieder geval, we zijn veilig thuis. Dus Lamar, uitstappen, oprotten uit deze auto. Ja, dat is een goede ruzie. Ja, als een echte ruzie was geweest, zoals in de echte Amerikaanse hoed, zou ze nu gewoon dicht van schieten, van gaan slaan en zo, denk ik. Maar ja, hey, we hebben Lamar thuis gebracht. Oh my god. Ik alles gehad hebben, kom je deze mensen tegen. Hey, we ain't done yet, homie. Not yet. Nearly. Man, what the fuck y'all want me to do? Kill the president? Fuck his wife or something? Or invade some fucking country? No, no, something more sensible. Something that's gotta be done. Hey, when the timing's right, you're gonna take old Trevor and put him out to pasture, homie. Michael will be sensible, but Trevor won't be. Trevor is a liability that none of us can afford. Yeah. Hey, Trevor saved you. He saved both y'all asses. And it's unfortunate. Hey, when we give you the word, you're gonna do this thing. Oh. Man, get Michael to do it. Me and Trevor cool, dawg. Michael can't do it. Trevor won't let him near. That's why it's up to you, homie. Oh, wow. Hij heeft geen keuze. Hey, who is that? Nobody. Don't worry about it, nigga. Hey. Oh, flossing ass, nigga. Oh, 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 wat is dit ook een storyline? Wauw. Als het goed is, hebben we nu de missie voltooid, toch? Even kijken. Komt er iets in beeld? Je hebt mission passed. Lamar down. Nou, Lamar is gewoon nog up. Mensen, ik vond het mooi genoeg voor vandaag. Ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van GTA 5. Mocht je het nou weer leuk hebben gevonden, vergeet niet even een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken. Als je nieuw bent, laat ook gerust wat in de reacties achter. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Later, mensen.